Nee, en dan? Angst. Vooral angst. Angst voor het onbekende. Voor dingen die je voor het eerst meemaakt. Elk jaar weer bij ons thuis de doden herdacht. En dat was van geen wonder, want mijn geboortedorp, Elsdiek, was een van de zwaarst getroffen dorpen van heel Zeeland. Dan kwam de doorzen die foto's tevoorschijn van de mensen die bij ons in de familie gesneuveld waren. En op een keer, ik denk dat ik een jaar of 6, 7 was, toen was ik ondertussen een tekening aan het maken. Nou ja, ik was aan het verven, die rode plakkaat verven. Alleen maar spetters, druppels. Druppels bloed. Laten we er maar over ophouden, zei mijn vader toen die keer. En hij deed de foto's weer terug in de dozen en zette ze weer in de kassen. Zakker, dit is oorlog, beschreven, vroeg ik. We moeten er geen woorden meer om veel maken, zei mijn vader en hij liep zo de kamer uit. Ja, het is namelijk nog daar niks van, hoor. Maar mijn moeder ben. Je tekeningen, die hebben geen woorden nodig, Jopie, zei ze. Het is duidelijk. Spetters, bloed, al bloed dat afgehouden is. Voel wat toch heen? Ze zegt, toch jij opa? Ja, opa. Bij de bevrijding werd er bij ons op dorp nog heel veel schoten en viel er veel granaten. En mijn opa, ja, toen net bij de regenbak stond, die weer gewond door een vallende granaat. Hij weer op een kruwegen vanaf de achterweg naar het midden van dorp gebracht, waar dokter Volmer de gewonden zat te verbinden. En hij vond me zo'n gek gezicht, hé. Mijn opa in de kruwegen. Ja, ik mocht daar eens in de kruwegen zitten. En zou ik nog een rapje maken, die hoort zijn pechter glad schief op zijn hoofd. Maar toen zag ik zijn voet, die al zo aardig over die kruwegen bemolde. Zijn voet met de pantoffelen. Die droop bloed uit. En liep een spoor van bloed op de kei van de achterweg. Ik heb toen die dag veel bloed te zien. Nee, die kon geen kapotte knie tegenop. De nare dag, of een paar dagen later, dat weet ik niet meer, moest heel dorp Elsdiek evacueren. Iedereen moest weg. Ons kwamen op oude landen terecht, bij tante Kootje en mama Jeen. Maar ja, toen was het ook niet veel beter. Er vlogen de granaten ook rondje noorden. Op een keer zat hij me in de hank en toen zag hij me ineens een heel fel licht en toen een heel harde klap, met 10 keer zo hard als onweer. Een kort geschreeuw en toen werd het stille, heel stille. Ik zag bij tante Kootje een straaltje bloed langs haar gezicht lopen. Oh, het is niet erg hoor, zei ze. Het is maar een klein scherfje. Doe lach eens hier. En ze duwt een houten neusdoek te tegen. Maar Marjeen kon even later naar buiten kijken. Hij bleef langer weg. En toen hij terugkwam, toen vonden we 10 jaar ouder. De buren die weer op pad wist naar de schuilkelder. Maar ze had het niet heel. Het kwam er met orten en storten uit. Tante Kootje begon te schreeuwen. Zou het rood nu toch zere doen, heb ik toen nog gedacht. Toen we weer terug mochten naar Elsdiek, toen hoorden we dat ome Helijn gesneuveld was. Ome Helijn die zat bij het verzet. Hij was commandant van de ondergrondse. Ja, dat hebben we natuurlijk ook later met pas gehoord, hé. Hij was toch nog een keer teruggegaan naar zijn boerderietje. Waarom nu toch? Wat moesten die nu toch doen?
ze het nooit weten. Toen hoorde me ook dat ome Jan dood was. Toen heb ik mijn vader zien schreeuwen, voor het eerste. Ons huis was wel veel kapot, maar stond er nog. Maar ondertussen, toen al iedereen geëvacueerd was, toen was er heel veel gestolen bij ons op dorp. En dat vind ik nu zo gemeen, hè? Dan kan ik me nu nog kwijt opmerken. Want het waren geen Duitsers, het waren geen Engelsen. Het waren gewone burgers die al onderlangs de dijk het dorp in getrokken waren. Petroliestalen, speelgoed, meubels, alles was gestolen. Tegenover ons stond de winkel van Frans Paulussen. Alle schappen waren leeg. Nee, niet alles. Er stonden nog twee beurzen ver. Ik hoorde nog die knetterende vloek van mijn vader. Nog veel erger als onweer. Zijn accordeon was gestolen. Zijn accordeon. Hij had er zo lang voor gespaard. Ze vullen samen een bandje. De gebroeders verheiken, stond er op de grote trommel. Maar ja, oom Helijn was gesneuveld. En oom Jan, waar ik zoveel van nieuw en die al zo'n mooi zingen kon, die was ook dood. En de accordeon van mijn vader, die was gestolen. En oom Piet, die eigenlijk niet zingen kon en nog niks spelen, maar die altijd het goud maar op hielden, die zijn goudbakje zou voortaan ook leeg blijven. De muziek van de gebroeders Verheiken was stille verholen. Voorgoed. Ik ben altijd benauwd gebleven van onweer. En ook benauwd van de klappen op het oude jaar. Ja, het roept toch weer herinneringen op, hè? Herinneringen van dingen die hij voor het eerste meemaakt. Maar toch wil ik die herinneringen doorgeven. En vandaar mijn gedicht Opgedroogde tranen. Een spoor, de weg naar vrede. Als dominee steen vielen ze stik voor stik. Letten we de schoenen aantikken van onze kinders en ze het vertellen. En je weet wat dat oorlog is. Hoe kan je dan bevrijding vieren?